Dit is de podcast van de Nieuwe Zijl. Wij geloven dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden en openlijk deel moet kunnen nemen aan het maatschappelijk debat, zonder consequenties. Wij bieden realisten een veilige thuishaven om te kunnen discussiëren. Kijk op www.denieuwezeil.nl voor onze nieuwste artikelen en een overzicht van onze events. Ook zijn wij te vinden op onze Facebookpagina, hebben wij een eigen Facebookgroep en zijn we te vinden op Twitter op @denieuwezeil. Goedendag luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de DNZ-podcast. Ik ben vandaag helemaal vereerd door een bijzondere gast te hebben, namelijk emeritus hoogleraar Kees de Lange, die hoogleraar was in fysische chemie, als ik het goed heb. Ja. Kees, welkom. Ja, chemische fysica of fysische chemie, hoe je het maar noemen wil. Voor mij klinkt dat allemaal hetzelfde, nou, als een non-beta, maar voor jullie is dat een wereld van verschil natuurlijk. Ja. Kijk, het zelfstandig naamwoord dat bepaalt wat het vak is. Dus als ik praat over chemische fysica, is het fysica vanuit een chemische invalshoek. Als ik praat over fysische chemie, is het chemie vanuit een fysische invalshoek. Hè. Dat zijn de nuanceverschillen. Ja. Ja. Nou, vandaag gaan we het daar niet over hebben, of eigenlijk ook wel, maar dan meer in een ander thema. We gaan het vandaag namelijk echt gaan hebben over het klimaatdebat. En dan met name eigenlijk binnen de Eerste en Tweede Kamer. Maar eerst zou ik eigenlijk over ingaan op een actualiteit waar u bij betrokken bent. Namelijk de oprichting van de stichting Clintel. Ja. Climate Intelligence. Inderdaad. Dat is een stichting die inderdaad onlangs is opgericht met een kort symposium waar diverse mensen gesproken hebben. En nou, de leidende lieden daarin zijn Guus Berkhout, voormalig Technische Universiteit Delft, en Marcel Krok, wetenschapsjournalist, waarvan ik het genoegen heb dat hij bij mijzelf in de collegebank heeft gezeten. Ah, kijk. Dus ik zeg altijd, ik weet zeker dat hij goed opgeleid is. Die stichting die was hard nodig, omdat er natuurlijk een overweldigende propagandamachine van linkse alarmisten draait, die ons probeert aan te praten dat de wereld over 20 jaar niet meer bestaat vanwege CO2, dat soort geluiden. Ja, het is heel belangrijk dat daar tegenspel tegen geboden wordt. En niet tegenspel in de politieke zin, want wetenschap en politiek, dat zijn twee heel verschillende afdelingen. En dat moeten ze ook blijven. Hè, maar een stichting die de wetenschappelijke feiten centraal stelt, dat onderbouwt en die ook op een rustige, deskundige manier naar buiten brengt. Nou, in die stichting is ook een wetenschappelijke adviesraad. Ik voel me vereerd daar deel van te mogen uitmaken. Dat zijn dus in het algemeen gepensioneerde hoogleraar natuurkunde die daarin deelnemen en niet de minste. En ik hoop dus dat we met Clintel in staat zullen blijken om dat hele klimaatdebat, wat eigenlijk tot dusver helemaal niet gevoerd wordt, dat we dat allereerst kunnen gaan voeren. En ten tweede dat we dat tot realistische wetenschappelijke proporties kunnen terugbrengen. Ja, ik denk zeker dat dat wel moet goedkomen. Want ik zag ook wel dat er een jonge organisatie is opgericht. Ja. Wat ook eigenlijk goed is om gewoon binnen de studentenwereld ook gewoon inderdaad het realistische plaatje duidelijk te maken. Want de studentenwereld is overduidelijk gekaapt natuurlijk door de progressieve mening van D66 en GroenLinks alarmisten. Dat zou je zeggen, ja. En als je daar ook maar iets van een kritisch geluid zet, dan word je meteen al als klimaatontkenner gezet. Mm-hmm. Of dat je klimaatwetenschap ontkent. Maar u heeft daar sowieso natuurlijk al een kritische kijk op, met name op de term klimaatwetenschap natuurlijk. Ja, mijn betoog is dat klimaatwetenschap niet bestaat. Natuurlijk bestaat er wetenschap en bestaan er allerlei vormen van wetenschap die zich met aspecten van het klimaat bezighouden. Ja. Kijk, in eerste instantie is de aarde een dynamisch natuurkundig systeem. En dat natuurkundige systeem dat reageert op elke externe impuls die erop losgelaten wordt. Dus klimaatverandering is een natuurkundige noodzaak. Het is ondenkbaar dat het klimaat van de aarde niet zou veranderen. Niettemin word ik klimaatontkenner genoemd, ondanks deze stelling waarmee ik eigenlijk elk stuk dat ik schrijf begin. Maar goed, woorden waarmee gesmeten wordt als klimaatontkenner, die dienen natuurlijk niet om debat te dienen. Die dienen uitsluitend om een eventuele tegenstander verdacht te maken. Ja, ideologische tegenstanders gewoon meteen uit te schakelen. Exact. Maar goed, als we dus kijken wat er voor klimaat van belang is, dan zijn dat een aantal dingen. Dat zijn natuurkunde, scheikunde, biologie, oceanologie, dendrologie, de leer van bomen, glaciologie. Ja. Hele reekse dingen. En pas in een veel later stadium krijg je te maken met, als je het over bepaalde dingen eens zou kunnen worden, dat misschien economie een rol gaat spelen en nog verder langs de lijn psychologie en sociologie. Ja. Maar in eerste instantie is het de baat en aangelegenheid van natuurwetenschappers en daar zijn dus heel veel kanten aan. Nou, van al die disciplines die ik noemde, die een rol spelen, ik ken helemaal niemand die expert is op al die gebieden. Dus in die zin is klimaatwetenschap, dat is behelpen. Hè? De een weet iets van dit, de ander weet iets van dat. Ja. Om een verstandig beeld over het geheel te krijgen, moeten al die mensen dus bij elkaar komen, met elkaar verstandig praten. En iemand die beweert klimatoloog te zijn, ja. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Ik denk dat ik zelf het nodige weet van natuurkunde en scheikunde van klimaat. Dat is altijd mijn leeropdracht als hoogleraar geweest. Ik weet het nodige van complexe modellering, ook niet onbelangrijk. Maar ik heb mezelf nog nooit klimaatwetenschapper genoemd en dat ga ik ook niet doen. Nee, want van processen bijvoorbeeld in de oceanen, dat is gewoon uw wetenschapsveld gewoon niet. Nee, ik weet heel weinig van zeestromingen, van jaringen, van bomen weet ik, behalve het feit dat ze bestaan, ook niet heel veel meer. Nee. Dus vraag me geen deskundige mening daarover. Als u me daarover tegen vraagt hoe het zit met de infraroodabsorptie van CO2, dan kan ik daar bijna een boek over schrijven. Ja? Kijk, ja, en daar vind ik het wel interessant, want als we dan kijken naar bijvoorbeeld een programma als Pauw of de Wereldwijd Door, die komen dan soms met een wetenschapper. Inderdaad, en dan wordt er gewoon ondergezet klimaatwetenschapper. Ja, ja, alsof iemand is die 12 disciplines beheerst en daar allemaal gepromoveerd in is. En, nou, dat zijn wel grotere geesten dan dat ik die mezelf zou toerekenen. Dat zijn bijna ware homo universalis ongeveer. Ja, 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 inderdaad. Dat is echt onmogelijk. Dus dat is een beetje lachwekkend in mijn ogen. Klimaat is een buitengewoon ingewikkeld systeem. Ja. Daar moeten we geen doekjes om winden. En van dat ingewikkelde systeem is bijzonder veel niet begrepen. En wat er wel begrepen is, dat is maar eigenlijk betrekkelijk ondergeschikt op dit moment. Dat is geen reden om er niet aan te werken. Dat is precies ook zoals wetenschap werkt. We moeten beginnen met goede waarnemingen te doen. Als het over klimaat gaat, is dat lastig genoeg. En dan moeten we tot modelvorming komen. En dat is, als het over klimaat gaat, zo mogelijk nog lastiger. Hè? Maar het heeft alles te maken met de manier waarop natuurwetenschap werkt, hoe je daarmee omgaat. Ja, ja, en over die kennis gesproken. U heeft natuurlijk zelf in de Eerste Kamer gezeten als senator. Ja. Wat merkt u nou van in het Binnenhof van de expertise als het gaat puur om de kennis omtrent klimaatverandering? Want als ik zelf kijk naar de mensen die achter de portefeuille zitten van klimaat en energie, dan zijn er toch vaak mensen die qua achtergrond er vrij weinig mee te maken hebben. Ja, en dat zijn de luidste stemmen. Dat is om te beginnen een algemeen probleem. Ja. In Nederland, als we in de politiek kijken, is het aantal mensen dat actieve ervaring in hoog niveau natuurwetenschap heeft, is zeer gering. In de tijd dat ik zelf in de Eerste Kamer zat, was ik van de 75 leden eigenlijk de enige die een daadwerkelijke carrière in de natuurwetenschap achter de rug had. Ja. Dat is al zorgwekkend. Dat valt voor een deel de natuurwetenschappers zelf toe te rekenen, omdat die heel erg de neiging hebben om te zeggen, ja, politiek, dat is allemaal onzin, daar willen we niks mee te maken hebben. We hebben betere dingen te doen, namelijk natuurkunde. Misschien is dat waar, hè, maar tegelijkertijd is het een heel onverstandige houding als je dus impact wil hebben, invloed wil hebben op de maatschappelijke processen. De enige manier om daar invloed op te hebben als natuurwetenschapper is om met je poten in de klei te gaan staan en aan het debat deel te nemen. Als je dat niet doet, dan doe je jezelf, maar ook de samenleving tekort. Dat vooropgesteld. Ja. Als we dan kijken naar op dit moment de samenstelling bijvoorbeeld van de Tweede Kamer, dan zien we een aantal merkwaardige dingen, om dat maar heel voorzichtig zo te formuleren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen, ik pik even de VVD eruit, niet omdat dat uitzonderlijk is, maar wel een redelijk goed voorbeeld, stonden er 80 mensen op de verkiezingslijst, meen ik. Ergens halverwege stond een dame die iets als civiele techniek in Delft gestudeerd had. Ja. Onderaan stond onze lange afstandszwemmer van de Weide. En die heeft een kandidaatsexamen in de wiskunde behaald. Dat was de enige natuurwetenschappelijke kennis, als je het zo noemen mag, ja, op de hele VVD-lijst. Ik ben in april opgetreden als deskundige voor de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. En ik was verbijsterd over het gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis van de woordvoerders van de diverse fracties die daar vertegenwoordigd waren. De een had cultuurwetenschappen aan de VU gestudeerd, de ander was communicatiedeskundige, de derde die had een halve managementsopleiding achter de rug. De vierde die wist helemaal niks, maar was door de partij naar voren geschoven. Ja. Het was werkelijk te droefgeestig voor woorden. En als je dan te maken hebt met mensen die met een open mind luisteren naar wat mensen die deskundigheid inbrengen te zeggen hebben, dan is dat allemaal nog enigszins te rechtvaardigen. Maar er zitten mensen met nul kennis die de deskundigen mede tot de orde te kunnen roepen, omdat het partijbelang daar kennelijk mee gediend is. Het is, je valt van je stoel. Ja, dat kan me voorstellen. Van het lachen of van het huilen, dat ben ik eigenlijk een beetje kwijt, maar je valt van je stoel. Ja, die particratie die wordt steeds erger binnen Nederlandse politiek. Dat is een enorm probleem. Als je naar de grondwet kijkt, in al zijn vormen, dan komt het woord partij, politieke partij, in die hele grondwet niet voor. Ja, die ontbreekt. Zegt individuen. Dus mensen worden gekozen als individuen, met een individuele verantwoordelijkheid. Nou, als je in de Tweede Kamer 150 losse mensen kiest die verder niks met elkaar hebben, dan wordt het besturen van een land een beetje moeilijk. Dus dat een beetje georganiseerd wordt, dat is op zich heel redelijk. En maar dat een partij, dus een organisatie die in de grondwet niet eens bekend is, in alles het hoogste woord heeft, dat die kan afdwingen hoe de individuele mensen met hun individuele verantwoordelijkheid moeten denken, dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. En dat proces is onder de kabinetten Rutte verfijnd, zou je kunnen zeggen, eigenlijk tot een verwording geworden die een mens niet zou moeten willen. En dit gaat alsmaar door, dat proces. Ja, nee, inderdaad. Rutte heeft die touwtjes enorm strak kunnen trekken en heeft die fractiediscipline tot een nieuw niveau kunnen krijgen. Ja, zeker. Meen me nog te herinneren dat er één VVD'er was bijvoorbeeld die tegenstemde tegen het tweede steunpakket naar Griekenland toe. Was dat Joekes? Ja, volgens mij wel. Ja. En die is daarna ook van de kieslijst verdwenen. Ja, die in principe zijn grondwettelijke verantwoording heeft gedaan. Hij heeft gestemd zonder last. Ja. Dus gewoon los van de partij heeft hij gewoon gekeken, wat denken dan mijn mandaat en ikzelf voorstaan. Maar de mensen tegendraads denken, die worden onmiddellijk bedreigd natuurlijk. Ja. Er wordt ook onmiddellijk al van tevoren gezegd, als jij dit dan wij dat. Ja. Nou, we hadden het laatste bij GroenLinks natuurlijk een vergelijkbaar akkefietje. Ja, met Sinusdeel. En deze man die was nog zo netjes om zijn zetel terug te geven. Dat is natuurlijk ook, kijk, het hele begrip zetelroof, dat bestaat ook in wezen niet. Er heeft Geert M. Waling, die heeft daar hele behartenswaardige dingen over gezegd en geschreven. Ja, die heeft er een prachtig ook inderdaad. Ik kan me nog een citaat herinneren dat hij zei van, zetelroof wordt eigenlijk pas de term zetelroof wanneer mensen het niet kunnen legitimeren bij een aankomende verkiezing. Ja, die zetel. Dat is ook zo. En tot die tijd is het gewoon jouw zetel. Zo en je hebt alle recht op. Volgens de grondwet zelfs. Ja, volgens de grondwet inderdaad zelfs. Niet eens. Correct. Ja. Maar goed, dat is wat klimaat betreft een zijlijn, maar niettemin wel een heel ergerlijk punt in de Nederlandse politiek van dit moment. Ja, want binnen het klimaatdebat sluiten de gelederen zich ook heel vrijdenkers en kritische denkers. Dat gaat veel verder natuurlijk. Daar is zelfs het verschil tussen de partijen. Dat moet je met een lantaarntje zoeken. Ja. En het feit dat Thierry Baudet natuurlijk spreekt over het partijkartel. Ja, het is heel onaardig, maar het is natuurlijk wel de spijker op de kop, of je dat nou leuk vindt of niet. Hè, want er is nauwelijks onderscheid tussen de diverse partijen. Dat heb je ook bij de introductie van de partijwet kunnen zien. Ja. Die werd, ik meen, door 8 partijen gesteund. Wat natuurlijk bij geen enkele wet ooit voorkomt. En dat geeft al aan dat we te maken hebben niet met een rationeel debat, maar met een ideologisch religieus probleem wat in een nutteloze wet vertaald moet worden, waar we juichend achter gaan staan, ja, omdat bij nadere beschouwing het onzin blijkt te zijn. Hè, dat is een beetje waar het om gaat. Ja, ja. En, maar hoe keek je nou bijvoorbeeld, hè, want afgelopen week is natuurlijk die klimaatakkoord, hè, is er min of meer, of de klimaatwet is er doorheen gegaan, ja, door de Eerste Kamer. Ja, dan stonden dan eigenlijk, hè, de zeven vertegenwoordigers van de partijen die dat dan droegen. Ja. Nou, ik kan me niet voorstellen dat u daar nou heel vrolijk naar zit te kijken. Naar zo'n ontwikkeling waarvan... Ik kijk er natuurlijk helemaal niet vrolijk naar. Kijk, die klimaatwet die heeft alles te maken met het feit dat er een klimaatakkoord ondertekend is. Ja. Het akkoord van Parijs. Nou, het akkoord van Parijs is niet een verdrag van Parijs, dus... het akkoord is uitsluitend een intentieverklaring waarvan men afspreekt dat we ons best zullen doen. Hè, maar er is geen enkel juridisch of volkenrechtelijk dwangmiddel om dat af te dwingen als je je er niet aan houdt. Maar laten we eens naar de inhoud kijken. Want als we kijken naar het grootste deel van de wereldbevolking, dan hebben die helemaal geen boodschap aan dat akkoord. China en India... hebben het wel ondertekend, maar hebben pas toegezegd in 2030 maatregelen te gaan, ja, nemen. In de tussentijd zet China honderden kolencentrales per jaar neer en is hard bezig om kernenergie te ontwikkelen. Dat laatste gelukkig maar. Als we kijken naar de Verenigde Staten, die zijn uit het Parijse akkoord, ja, gestapt. Ja, Brazilië, ja, doet niet mee, Australië is er onlangs uitgestapt. Ik heb vorig jaar zomer door Indonesië gereisd. Ik heb er geen zonnepanelen en geen windmolen gezien. Dus als we dat qua leden van de wereldbevolking optellen, dan zijn er veel meer wereldbevolkers die totaal geen boodschap aan dat klimaatakkoord hebben. Ja. Dat is ook logisch, want het klimaatakkoord vermoedt dat we de beschikking hebben over iets als een CO2-knop. En als we aan die CO2-knop draaien, dat we in staat zouden zijn om het klimaat in te stellen op een bepaalde stand. Ja, de ideale temperatuur overal waar. Ja, ja. Nou, allereerst zijn daar fysisch onoverkomelijke bezwaren tegen. Allereerst is het heel moeilijk te weten wat het gewenste klimaat is, omdat er geen nulmeting beschikbaar is. Is het gewenste klimaat dat van de Sahara of dat van Groenland? Dat maakt nogal wat uit, denk ik. Ten tweede... is er geen correlatie, hè, kijk naar de hele geologische periode, tussen de CO2-concentratie in de atmosfeer, ja, en de temperatuur van de aarde. Ten derde is er geen enkele correlatie tussen het CO2-gehalte van de atmosfeer en de vermeende extreme weersomstandigheden. Dus als mensen ons proberen voor te houden dat door CO2 te reduceren we minder extreme weersvoorspellingen zullen hebben, dan is daar geen enkel waarneembaar feit wat die gedachte ondersteunt. Er, ja, zijn wel modellen die die gedachte ondersteunen, maar dat is iets anders. En misschien is het ook goed om er even op in te gaan hoe natuurwetenschap eigenlijk werkt. Hè? Want, ja, dat het verschil tussen die waarnemingen en die modellen. Of? Exact. Kijk, sinds Galileo Galilei, zo'n 400 jaar geleden, is... bij de natuurwetenschap, bij de natuurkunde, de waarneming die is leidend. We kijken, we doen waarnemingen, dat is niet altijd makkelijk, die doen we zo goed mogelijk. En die waarnemingen die zetten we in een lijst. Ja. Als we niet verder komen dan dat, dan hebben we nog steeds niet veel. Dus we moeten proberen de waarneming uit die lijst in een model te gieten, wat niet alleen in staat is die waarnemingen die we hebben, ja, te verklaren, maar die ook in staat is om toekomstige waarnemingen zo goed mogelijk te voorspellen. Dus een goede natuurkundige theorie die zegt, hé, maar als dat en dat waar is, dan zou dat ook betekenen dat dat en dat waar is. Dus, ja, laten we dat eens proberen, laten we daar een experiment over doen. En als al die experimenten die je kunt doen, elke keer weer bevestigen dat jouw theorie behoorlijk goed werkt, dan ontstaat er een moment dat je die theorie gaat vertrouwen en dat je daar voorspellingen op kunt gaan baseren. Zo zou het bij de klimaatwetenschap ook moeten. Hè? Ja. We meten nou de temperatuur van de aarde. Dat vind ik sowieso een hele rare indicator voor klimaat. Maar goed, laten we dat even doen. We meten die temperatuur en we maken dus modellen die in staat zouden zijn om die temperatuur te verklaren. Ja. Nou, allereerst hebben we al een probleem met het meten van die temperatuur. Dat doen we sinds iets meer dan 100 jaar door hier en daar een thermometer in de aarde te prikken en te kijken wat die aanwijst. Ja, en die verdelingen die klopt ook nog eigenlijk niet, want we zien in westerse landen heel veel staan, maar op de Noord- en de Zuidpool... Ook is die verdeling van meetstations over de aarde in de afgelopen 100 jaar heel erg veranderd. Ja. Die metingen zijn dus niet heel representatief. Bovendien, een meetstation wat in het verleden in de middle of nowhere stond en nu opeens in de buitenwijken van een stad. Ja. Dat zal alleen om die reden al zonder klimaatverandering verschillende temperaturen aanwijzen waar je voor corrigeren moet. Maar elke natuurkundige die gelooft dat je in staat bent om op een nauwkeurige, betrouwbare wijze metingen van 100 jaar geleden, gedaan met apparatuur die je niet kent, door mensen die je niet kent, om dat nauwkeurig te doen. Die mensen die verdienen niet de term natuurwetenschapper in mijn ogen. Hoe het ook zij, sinds 1978 kunnen we in troposferische lagen de temperatuur van de aarde in de troposfeer meten met satellieten. En dat wijst uit dat de laatste 20 jaar er eigenlijk nauwelijks opwarming geweest is, terwijl de laatste 3 jaar er zelfs sprake is geweest van een mate van afkoeling. Ja. Terwijl in diezelfde tijd het CO2-gehalte van de atmosfeer gestegen is. Dus die dingen die sporen niet met elkaar. Als je teruggaat naar het geologische verleden, dan zijn er lange tijdperken geweest, 600 miljoen jaar geleden of zo, waarbij de CO2-concentratie in de atmosfeer duizenden ppm was, 20 keer zo hoog als nu, terwijl de temperatuur van de aarde helemaal niet hoger was. We hebben tijden gehad waarbij de temperatuur veel hoger was en het CO2-gehalte helemaal niet heel veel hoger dan nu. Dus die correlatie die ontbreekt en dat maakt dus de hele basis van die natuurwetenschap ook zwakjes. Ja, en ook die hele demonisering van de stof CO2 is dan ook eigenlijk heel onterecht. Kijk, we leven op een waterplaneet. Kijk, elk molecuul in de aardatmosfeer is een broeikasgas. Dat betekent dus dat het infrarood absorbeert en emitteert. Ja. Dat doen ze allemaal in een heel beperkt frequentiegebied. Nou, CO2 doet dat ook. Er zijn een paar normaal trillingen in CO2 die daaraan bijdragen. Maar het komt in geringe concentratie voor. Water is het echte broeikasgas als je daar sterk in gelooft, omdat het in veel hogere concentratie voorkomt. Maar ook omdat het voor kan komen als geïsoleerde moleculen, als clusters van moleculen, als vloeistofdeeltjes, als ijsdeeltjes. Dus er is een veel breder gebied van infraroodabsorptie. Die is ook veel sterker. Nou, dus als je wat wil regelen aan broeikasgassen en je begint met de minst voorkomende component, dan is dat natuurkundig natuurlijk ook heel merkwaardig. Ja. Aan de andere kant, om water uit de atmosfeer te willen halen, dat is zelfs voor de groene gekte natuurlijk iets te veel gevraagd. Dat gaan we dus niet doen. Nee. Maar ja, dat zijn een beetje zo de problemen die daarbij horen. Maar de andere kant van de zaak is natuurlijk, is die vraag wel zo heel belangrijk om dat te doen? Want wat willen we nou eigenlijk? Er wordt dus altijd gezegd dat de aarde vergaat en de zeespiegel alsmaar stijgt. Er is echt een eindtijdidee, dat als we nou niks doen, dan dat hoor je ook veel politici ook zeggen in het buitenland. We hebben nog 12 jaar. Ja. Dat riep Elkoort trouwens ook al, 20 jaar geleden. We hebben nog zoveel jaar. Ja. Nou ja, de redenen waarom de aarde binnenkort vergaat, die verschillen. In het verleden hadden we te maken met goden die om een of andere reden boos op de mensheid waren. Tegenwoordig proberen die boze goden hun boosheid te realiseren via het klimaatalarmisme, denk ik wel eens. Maar goed, wat is nou de realiteit? Want we leven op een planeet met een groeiend aantal mensen. Ja. Je zou zeggen dat het verstandig zou zijn om die groei te beperken, maar ik ken geen enkele religieuze stroming die mening is toegedaan. Nee, dus, want het begrip demografie, dat is iets wat best wel ontbreekt in het hele debat. Ja, dat is merkwaardig. Want kijk, ik heb altijd gezegd, demografie, dat is een heel interessant vak. Ja. Maar het is tegelijkertijd tamelijk saai, omdat je alle belangrijke ontwikkelingen 30 jaar van tevoren ziet aankomen. Ja. He, dus als je avontuur zoekt, dan moet je dat niet zoeken in de demografie. Nee, nou, dat is ja. Grapje. Maar je ziet die processen natuurlijk aankomen. Ja. En we weten vrij nauwkeurig dat in een land als Niger, waar de gemiddelde vrouw 7,5 kind krijgt, dat over 20 of 30 jaar de bevolking ongeveer zo en zo groot zou zijn. En tegelijkertijd zien we dat de kans dat de economische ontwikkeling van dat land dat bijhoudt, dat die uitermate gering is. Dus dat daar gigantische problemen zullen ontstaan. Van honger, van oorlog, van migratie, noem maar op. Nou, daar mogen we niet over praten, want kennelijk is het de vrijheid van godsdienst om maar lekker aan te fokken en de ogen te sluiten voor de echte problemen die het met zich meebrengt. Nou, als fysicus ben ik daar heel verbaasd over, maar ik zie er ook geen oplossing voor. He, dus wat moet je doen met die aantallen mensen die daar komen? Nou, die moet je ter plekke waar ze geboren worden proberen een zo menswaardig mogelijk bestaan te geven. Ja. Hoe doe je dat? Nou, dat begint een menswaardig bestaan bij een goede energievoorziening. Hoe bereik je dat? Hè? Dat is dan een kernvraag. Ja, dat is eigenlijk de oplossing dan. Daar moet je de oplossingen zoeken, zij het dat tijdelijke oplossingen zijn. Nou, waar worden op dit moment de oplossingen in gezocht? Zeker in een land als Nederland. Ja. Wordt ingezet op het afstoten van de fossiele brandstoffen. Ja. We zijn het enige land in de wereld dat gek genoeg is om van het gas af te gaan. Ja. Volkomen dwaas. Tegelijkertijd denken we dat we ook de kolen kunnen uitfaseren in hetzelfde tempo. En dat we door windmolens en zonnepanelen neer te zetten de zaak gaan redden. Dat we een schoon klimaat krijgen, zoals 66 dat noemt. Ja, ik laat die idee altijd weg, ik heb het altijd over 66. Ja, daar ben ik het met u eens. Een schoon klimaat. Wat in de wereld is een schoon klimaat? Ja, klimaat is een klimaat, het is een fysische realiteit. Er is niks vuils, er is niks schoons aan. Het is een dynamisch proces dat zich ontwikkelt. Klaar. Ja maar zo'n partij als D66 die haalt altijd expres termen als milieu en klimaat door elkaar heen. Ja, dat is ook zo. En, kijk, dat is gewoon bewust. Ja. Aan milieu kun je iets doen. Ja, want dat is milieu is in het algemeen een lokaal, eendimensionaal probleem. Er is één oorzaak. Als je daar wat geld tegenaan gooit, dan kun je dat bestrijden. We hebben dat gezien met zure regen. We hebben dat gezien met de ozonlaag. Ja. Dat zijn allemaal oplosbare problemen gebleken. Als we daarentegen kijken naar een energievoorziening uitsluitend op basis van aanbodgestuurde energie, wind en zon, dan kan elke fysicus je laten zien dat dat totaal onmogelijk is. Ja. Nou, een van de beste winddeskundigen in Nederland, dat is mijn overbuurman hier, Fred Udo, die heeft daar eindeloos veel over geschreven. En die wordt natuurlijk ook door de alarmisten gek weggezet, maar hij krijgt wel elk jaar weer op allerlei detailpunten gelijk natuurlijk. Ja, dat is mooi. Aanbodgestuurde energie is niet in staat om aan de energiebehoeften van een groeiende wereldbevolking te voldoen. Waar blijkt dat uit? Nou, we hebben iets als die International Atomic Energy Council. Ja. Dat is een club, niet politiek gestuurd, van mensen die op basis van feiten prognoses doen over de toekomstige energievoorziening. En die laten zien dat in 2040 de totale energiebehoefte van de wereld met zo'n 30% gestegen is. Ja. Daar kom ik zo op waarom dat zo is. En ten tweede dat de energiemix, dat die niet heel anders zal zijn dan nu. Er is een beetje een verschuiving van kolen naar gas wereldwijd. Maar de som van de fossiele brandstoffen, die is nog steeds ongeveer even groot als nu. Als we kijken naar de renewables, dan zien we dat die groeien, dat hun aandeel een beetje groeit tot 2040. Tegelijkertijd zien we dat het totaal van de renewables niet in staat is om de groei in de energiebehoefte bij te houden. En die groei is 30%. Ja? Waar gaat die groei in zitten? Nou, allereerst in een toenemende wereldbevolking. Ja, Afrika dan natuurlijk. Afrika met name, maar toch ook India natuurlijk. Dus die groei die is groot. Maar er is een tweede belangrijk punt. En dat is dat elk lid van de wereldbevolking niet meer bereid is om met die geringe hoeveelheid energie genoegen te nemen, waar men 100 jaar geleden nog wel genoegen mee nam. Ja. He, dus welvaart, toenemende medische verzorging, ja, al die dingen die vereisen dat de energiebehoefte per hoofd, dat die toeneemt. En alles wat erop uit is om de energiebehoefte per hoofd eigenlijk door die aanbodgestuurde energie te promoten, te verhogen, die is in mijn ogen misdadig bezig. Ja. Die is bezig om de energiebehoeften van hele grote delen, de terechte energiebehoeften van hele grote delen van de wereldbevolking, om die te bagatelliseren, door die in wezen onmogelijk te maken. En die werkt dus mee aan de misdadige behandeling van een groeiend deel van de wereldbevolking. Dat lijkt mij de fysische realiteit van deze situatie. Ja, ja, dat gezegd hebbende. Maar is er dan wel een oplossing? Ja, bepaalde overgangen? Die is er zeker. Allereerst moeten we beseffen dat als we kijken naar die aanbodgestuurde energie, wind en zon, ja, dat die het nooit zullen kunnen doen. Hoe zit het dan met de fossiele brandstoffen waar we nu sinds 100, 150 jaar op vertrouwen? Nou, wereldwijd is er nog gas voor iets als 200 jaar. Waarschijnlijk zal dat in de praktijk iets meer blijken te zijn. Ja. Kolen zijn veel ruimer voorradig, zeker voor een paar duizend jaar. Oh, dus de energierampspoed waarover met graagte door alarmisten gesproken wordt, die kunnen we nog wel een paar eeuwen uitstellen. Dus we hebben tijd. Ja. Nou, tijd, als je die hebt, die moet je in het algemeen goed benutten. En hoe gaan we die tijd benutten? Nou, dat moeten we doen als we verstandig zijn met behulp van kernenergie. Ja. Kernenergie is op middellange termijn de enige energieopwekkende methode die in staat is de behoefte, de groeiende behoefte, de terechtgroeiende behoefte van de wereldbevolking te voorzien. En meer dan dat. Met kernenergie, met goedkope energie, met vrij beschikbare energie is er zeer veel mogelijk wat nu eigenlijk ondergeschikt blijft. Om een voorbeeld te noemen, een onderbelicht probleem op aarde is vaak de beschikbaarheid van schoon water. Ja. Het ontbreken daarvan is een bron van animositeit tussen landen. Het is een bron van oorlog, het is een bron van heel veel menselijke ellende. Met goedkope energie zouden we in staat zijn om op grote schaal zeewater te desalificeren, dus van zout te ontdoen, om op die manier dat schone water dus beschikbaar te maken. Dat zou voor de wereldbevolking als geheel, ook voor de veiligheid op de wereld, zodat een geweldige stap vooruit zijn. Met goedkope kernenergie is dat in principe mogelijk, als we het maar willen. Ja. Wat is een ander voordeel van kernenergie? Wel, kernenergie produceert zeer weinig of geen CO2. Dus we kunnen ons natuurlijk in de tussentijd doodvechten over de vraag of CO2 nou wel of niet die geweldige boosdoener is die de alarmisten ons proberen aan te praten. Maar eigenlijk is het antwoord op die vraag helemaal niet zo belangrijk. Ja. We moeten sowieso op een termijn van 200 jaar wat beters bedenken dan we nu hebben. Dat betere, dat kan alleen maar grootschalige kernenergie zijn. En de extra bonus die we krijgen, daar hoeven we niks extra's, niks bijzonders voor te doen. Dat is dat we dat CO2 op een lager pitje brengen. Nou, als we denken dat dat een goed idee is, ik denk zelf dat het weinig uitmaakt, maar als we denken dat dat een goed idee is, waarom doen we dan zo moeilijk? Ja. Ik denk dat het ook deels te maken heeft natuurlijk ook met met hele goede lobby erachter. Die wordt toch kleiner als we massaal overstappen op kernenergie dan als we op wind- en zonne-energie blijven zitten. Want bedrijven krijgen natuurlijk minder subsidies. De belangen die zijn natuurlijk enorm groot. Thierry Baudet die is natuurlijk verketterd over het feit dat hij de kosten van die hele handel begroot op 1000 miljard. Ja. Er was zelfs een fysicus, die later bleek een onwetende fysicus te zijn, die in de Tweede Kamer bullshit riep over grafieken die Thierry Baudet aangereikt waren door een hele club van professionele fysici waar ik ook deel van uitmaak. Dat was eigenlijk een hele gênante vertoning in die Tweede Kamer. Die kosten die zijn inderdaad gigantisch. Die worden opgebracht door de belastingbetaler. En zoals altijd zijn daar belanghebbenden bij. Die niet heel graag zien dat hun verdienmodelletje hun uit handen geslagen wordt. Ja, dat die stopt. En ik vond ook wel terecht dat Baudet ook terecht zei dat het koopkrachtkillers zijn. Want dat zijn 1000 miljard, dat is een aderlating voor heel veel gezinnen. Dat is een aderlating voor zeer veel gezinnen. Ja. En als je nou het gevoel hebt dat we bezig zijn, met het overleven van de natie in de oorlogssituatie, dan praat je misschien nog ergens over. Ja. Dat is misschien ook waarom het jargon waarmee de groene lobby aan de gang is, eigenlijk steeds alarmistischer wordt. Hè? Ja. We praten niet meer over klimaatopwarming. Het is nu al de verandering die onvermijdelijk is, maar die kennelijk toch gevaarlijk is. Het is nu ook opeens een klimaatcrisis geworden. We leven in die klimaatcrisis en we gaan met z'n allen ten onder aan die klimaatcrisis en we doen er veel te weinig aan. Dat soort oorlogsachtige geluiden, die worden tegenwoordig uit de kast gehaald om ons van iets te overtuigen, waarvan steeds meer burgers zien dat toch eigenlijk de waanzin ten top is. Hey. Ja, ik heb een beetje hetzelfde idee van ook wat u nou net zei, dat in plaats van een koude oorlog een soort groene oorlog is. Dat er een soort van denkbeeldige vijand wordt gecreëerd. Ja. En dat het hele land maar in het geheel moet krijgen om tegen die vijand op te staan. En dat is dan de opwarming of de verandering of extreme weersomstandigheden. Ja, dat wordt allemaal uit de kast gehaald. Deels aangestuurd natuurlijk door belanghebbenden. Ja. Maar er is meer dan dat, hè, want heel veel mensen die tot de groene lobby behoren, die hebben natuurlijk totaal geen natuurwetenschappelijke deskundigheid. Nee. Dus dat zijn mensen die zich... het idee dat de wereld bezig is te vergaan, hè, dat zeiden we net al, dat is veel ouder. Dat hadden we ook al, los van klimaatverandering. Met grote regelmaat zitten leden van een secte op de top van een berg te wachten tot de aarde vergaat. Ja, de apocalypse zou komen. Ja. De teleurstelling als het dan uiteindelijk niet doorgaat, die is dan merkwaardig genoeg ook heel groot. Je zou zeggen, wees blij dat het niet doorgaat, maar nee, we zijn teleurgesteld. Datzelfde, dat maken we natuurlijk mee met het klimaat. Het is de nieuwe religie geworden, waarbij onwetenden met flutargumenten de wijn ingestuurd worden om dat rond te toeteren. Het is een de natuurwetenschappelijke werkelijkheid die steunt dat niet. En de enige manier om die natuurwetenschappelijke werkelijkheid vervolgens te ontkennen, dat is om de boodschappers van dat nieuws, de echte serieuze natuurwetenschappers, om die dus te beschuldigen van alles wat maar opportun is, zonder ooit op de inhoud in te gaan. Kijk, wat mijzelf en mijn collega's overkomt, is altijd hetzelfde. Hè? Ja, hij heeft 2 jaar bij Shell gewerkt. In 1970, hè, maar dat geeft niet. Hij heeft 2 jaar bij Shell gewerkt. Zit in een boekje van de oliemaatschappijen. Ja, hij is gepensioneerd. Hij kan niks weten. Hij is gepensioneerd. Hij doet niks meer aan wetenschap. Niet waar, hè? Ik bedoel, de mensen die ik ken, die zijn nog steeds actief. Ja. Alleen worden ze niet meer door een werkgever betaald. Maar dat is iets anders. Maar dat soort argumenten, dat wordt dus verheven tot de argumentatie in wat een wetenschappelijk debat zou moeten zijn, maar wat uitsluitend een moddergooipartij is geworden. Dat is nu waar we mee bezig zijn. Maar ik bespeur heel duidelijk tekenen dat het pleit aan het veranderen is, dat het tij aan het keren is. Want 3-4 jaar geleden was er totaal geen ruimte voor kritische geluiden. Nee. Er was nooit enig programma in de media, enig artikel in de media, waar de kritische geluiden aan de orde worden gesteld. Nee, tegenwoordig. Op het ogenblik, als ik naar mijn agenda kijk, het aantal keren dat ik gevraagd word voor bijdragen over klimaat en energie, voor Rotary-clubs, voor clubs van het nut, voor beroepsgroepen van mensen, is gigantisch. Dat is nauwelijks bij te houden op het ogenblik. En alleen dat al is een indicatie van het feit dat er heel veel veranderingen aan het optreden zijn. Ja, dat we toch op een punt van kanteling staan. Maar u zei net dat u ook inderdaad dan spreekt voor Rotaries en dat u daar wordt gevraagd. Maar dat zijn over het algemeen natuurlijk gewoon hoger opgeleide mensen. Ja. Hoe kijken die dan aan als u daar komt met een verhaal? Nou, om te beginnen vinden ze het de moeite waard om uit te nodigen. Ja, dat is ook al één ding, hè? Dat is al één ding, niet onbelangrijk. Dan hou ik mijn verhaal. Er zijn kritische vragen af en toe, terecht, dat moedig ik ook aan. En aan het eind komen mensen naar je toe en die zeggen, nou, wat een fantastisch verhaal. Eigenlijk zien we nu pas wat de complicaties van die problematiek zijn en hoe slecht onderbouwd dat hele verhaal is van de science is settled. We zien nu werkelijk waar het werkelijk om gaat en welke deskundigheid nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Ik sprak 2 weken terug voor een Rotary, wat was het, Middenbeemster. Ja. En ik zeg altijd van tevoren, nou, er zijn 2 onderwerpen waar ik over praat. Klimaat of energie. Ja. Om beide tot hun recht te laten komen, dat is binnen een tijdsbestek van 45 minuten is een beetje moeilijk. Dus zeg het maar. Nee, klimaat, want daar horen we zoveel over. Ja. Ik zeg prima. Ik had mijn verhaal klaar. En de voorzitter stond op en die zei, kunnen we je gelijk boeken voor een verhaal over energie? Ja, voor de oplossingen dan. Exact. Ja, ja. En men begint in te zien dat die relatie tussen de beide problemen, dat die tamelijk eenduidig is. En dat het niet alleen belangrijk is om over problemen te praten en over allerlei rampenvisioenen die daarbij gedebiteerd worden. Maar dat het zeker zo zinnig is om over rationele oplossingen voor een probleem of zelfs voor een vermeend probleem te gaan praten. Ja. Nou, dat er een energieprobleem zal ontstaan in de toekomst, dat is evident. Hè? Ja. Dat kan een kind bedenken. Dat er oplossingen voor zijn, dat is dan waar het debat over moet gaan. Nou, als ik dan kijk naar de klimaattafels in Nederland, hè, ik bedoel, een bespottelijke politieke exercitie. Ja. Dan zou je verwachten dat daar een wetenschappelijk debat deels ook gevoerd wordt. Nou, op het moment dat je van natuurkunde, politieke natuurkunde probeert te maken, heb je eigenlijk de wetenschappelijke kant van het debat al het raam uitgegooid. Ja. Dan heeft dat niks meer met wetenschap te maken. En ook bij de klimaattafels en ook bij de recente klimaatwet. Ja. Het woord kernenergie komt dus helemaal niet voor. Nee, dat is tragisch. Dat is niet alleen verbijsterend, het is ook misleidend en misdadig. Hè? Daar komt het gewoon op neer. En die woorden die gebruik ik dus niet als overdrijving, maar die gebruik ik omdat dat de werkelijke realiteit is. We doen zoveel mensen op deze aarde onrecht door niet op een rationele manier eens goed na te denken over wat we allemaal moeten doen om die energiebehoeften te dekken voor de toekomst, voor een groeiende wereldbevolking, dat het onverantwoordelijk is, dat het misdadig is om daar maar een beetje luchtigjes over te doen en daar flutverhalen de wereld over in te sturen. Ja, daar ben ik helemaal met u eens, maar ik heb er nog wel een vraag. Er gaan natuurlijk genoeg geruchten en verhalen rond over kernenergie, maar als we daar dan eindelijk wakker voor worden en willen daarvoor gaan, is dan uranium of is dan thorium? Of is het een mix van beide in de eerste instantie? Nou, als we nu kijken naar de feitelijke situatie, dan is kernenergie op basis van uranium, dat is een heel goed uitgeëxerceerde technologie, die eigenlijk wereldwijd maar zeer weinig problemen heeft gegeven. Natuurlijk zijn er veiligheidsrisico's aan, maar nogmaals, de problemen die het gegeven heeft, die zijn gering. Er zijn, want Fukushima was natuurlijk een... Nou, er zijn 3 gevallen bekend van problemen. 1 was Three Mile Island in Harrisburg in de Verenigde Staten. Daar werden de veiligheidsvoorzieningen, die werden tamelijk hardhandig getest, maar alles is toch binnen de veiligheidsmarges gebleven. Ja. Dus dat is nooit een echt probleem geworden. Tweede probleem is Tsjernobyl geweest. Ja. Een totaal verouderde reactor met inadequaat toezicht en een inadequate behandeling van de problemen. Ja, want het partijbestuur van de Sovjet-Unie die wou niet luisteren naar het team van wetenschappers. Nee, zeker. Dat heeft enige tientallen directe slachtoffers gekost. En nou, ellendig, hè, maar ja. Dat ging toch om betrekkelijk klein aantal mensen. Kijk, die statistische doden waarmee al die kerkhoven bevolkt zouden zijn... Ja. ten gevolge van een hele lage stralingsdosis... daar kunnen we een apart debat aan wijden, maar ja. daar wordt niet echt in geloofd natuurlijk. Ten derde dus Fukushima. Het probleem bij Fukushima was dat we een combinatie hadden van een uitzonderlijk sterke aardbeving en een uitzonderlijk sterke tsunami. Ja. En hoewel in het risicomanagement die beide evenementen afzonderlijk meegerekend waren, ja. was het gelijktijdige optreden daarvan niet echt meegenomen. Dus het risicomanagement was eigenlijk een beetje ontoereikend. Ja. Ondanks de problemen met de reactoren die ontstaan zijn, zijn er geen mensen omgekomen door straling. Het terrein, hè, dat is ja. Ontruimd voor een periode en dat wordt nu weer gewoon bevolkt. Dus ja, ondanks dat daar een probleem is geweest, onder uitzonderlijke omstandigheden, is dat met het aantal slachtoffers meegevallen. Kijk, als we alleen maar kijken naar het aantal doden dat in de kolenmijnen van China in een paar eeuwen tijd is gevallen, ja. dan is dat alleen in China natuurlijk al veel hoger dan het aantal mensen dat door radioactiviteit ten gevolge van kernenergie is omgekomen. Ja, dus wat dat betreft kunnen we met uranium behoorlijk goed uit de voeten. Ja, en thorium is natuurlijk een nieuwe ontwikkeling die technisch heel veelbelovend is om een hele reeks van redenen. Ik denk niet dat we nu de tijd hebben om daar uitgebreid op in te gaan. Daar kan ik er nu over praten. Nee. Hè, maar ik denk wat er gebeuren moet is dat we gewoon moeten beginnen met de uraniumtechnologie weer gewoon in te gaan zetten. Ja. Dat geeft een heleboel ademruimte in de tijd en dat we tegelijkertijd de thoriumtechnologie, dat we die grootschalig gaan ontwikkelen. Ja. Daar is China bijvoorbeeld al mee bezig. Ik denk dat de eerste commerciële reactoren in China, dat die over 10 jaar op de markt komen. Top. Dus als we kijken op een ja. termijn van, nou noem eens wat, 50 jaar, hè, maar ja. waar is de haast? Als we kijken op een termijn van 50 jaar, dan kunnen we op grote schaal en wereldwijd op een energievoorziening ja. grootschalig met behulp van kernenergie overstappen. Ja, en ook op een veilige manier, want in principe de tijd. En ook op een veilige manier. Ja. Nou, ik zou uranium dus niet onveilig willen noemen. Kijk, wat die perceptie in Nederland tot stand heeft gebracht, dat is alweer een religieuze lobby ja. die kernenergie en kernwapens jarenlang op één hoop gegooid heeft, ja, volkomen ten onrechte. Die demonstraties in 85, 86 op de Dam in Amsterdam en in Den Haag. Ja. Nee, dat is heel komisch. Ik heb... mijn wetenschappelijk onderzoek heeft zich voor een deel bezig gehouden met kernmagnetische resonantie. Er zit het woordje kern in. En als uitvloeisel van die techniek is er een techniek ontwikkeld die nu in elk ziekenhuis staat. Kernmagnetische imaging was dat. Ja. Werd dat in eerste instantie genoemd. Ik ken de mensen die dat ontwikkeld hebben, die daarvoor de Nobelprijs hebben gekregen, heel goed. Op een bepaald moment bleek dat door die naamgeving, kernmagnetische imaging, dat een heel verdachte techniek in een ziekenhuis was. Ja. Dus wat is er gebeurd? Die techniek die is anders genoemd, er is niks veranderd, de naam is veranderd. Nu heet het MRI, Magnetic Resonance Imaging. Dus het woord kern, dat is vermeden als de pest, alleen maar vanwege de perceptie van onwetende mensen die denken dat alles waar het woordje kern in voorkomt levensgevaarlijk is. Ja, die connotatie, die negatieve connotatie. Ja, exact. Ja, maar het is toch die campagnes van onder andere organisaties als Greenpeace, Milieudefensie natuurlijk. Die wij zich vastketenen aan kerncentrales. Ja. Waar onze oude politicus Samson natuurlijk zelf ook maar altijd graag mee aan deed. Ja, zeker. En nu wel deel zegt inderdaad dat hij het zonde vond. Dat hij laatst met Buitenhof programma. Ja, goed. Maar, aan de andere kant. Ik heb het liefst mensen die van tevoren nadenken en niet die van achteraf bij zinnen komen. Ja, en die wist ook wel dat het klimaat... In bijbelse zin schijnt het geloof ik heel mooi te zijn dat mensen spijt krijgen, maar nogmaals, van tevoren nadenken valt wat mij betreft te verkiezen. Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik wil ook hartstikke bedanken voor het duidelijk verhaal. Ik denk dat onze luisteraars nu alweer genoeg bij zijn geschoold over de huidige staat. Laten we het hopen, ja. Ik heb er nog één vraag. Heeft u tips omtrent personen of stichtingen of groepen of boeken die mensen bijvoorbeeld over deze thematiek kunnen lezen? Die gewoon ook voor leken heel erg begrijpelijk zijn? Of Engelstalig, Nederlandstalig? Waarvan u denkt van nou, het is bijna zomer, vakantie. Ja, ja. Wat denk ik, kijk, er zijn een aantal mensen die zijn behoorlijk spraakmakend als het op klimaatgebied gaat. En twee mensen die dus buitengewoon goed werk doen op dit verband. Ja. Ook echte wetenschappers zijn. Nou, eentje is Roy Spencer. Dat is iemand die heel goed is in het analyseren van satellietdata voor het meten van de aardtemperatuur. En die dus ook maandelijks op zijn eigen website daar updates van geeft. En daarop uitermate nuchtere zakelijke toon over praat. De tweede, dat is Judith Curry. Die is hoogleraar geweest aan Georgia State University in Atlanta. Ja. En die is eigenlijk weggepest door de klimaatalarmisten. Ah, kijk. En die heeft besloten om haar baan aan Georgia State om die op te geven. En die is nu gewoon zelfstandig als wetenschapper bezig. Zelfstandig onderzoeker. Ja, ja, en die schrijft uitstekende artikelen, buitengewoon evenwichtige artikelen. En die laat zich totaal niet intimideren door allerlei mensen die geprobeerd hebben haar zwart te maken, achter haar rug haar werkgever te benaderen enzovoort. Dat is een ware onafhankelijke geest. En kijk, mijn mening over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijke geesten is dat het feit dat die onafhankelijkheid er is, dat misschien nog wel belangrijker is dan wat ze te zeggen hebben. Ja. Wetenschap kan alleen maar gedijen met onafhankelijke mensen die ook onafhankelijk denken en die de wetenschappelijke methode aanhangen. Mensen die uitsluitend wetenschap gebruiken, misbruiken zou ik zeggen, om politieke doelen te bereiken. Die mensen die zijn verdacht en die horen dus in het normale wetenschappelijke circuit niet thuis. Nou, Judith Curry die heeft de tegengestelde beslissing genomen. Die heeft besloten dat het wetenschappelijke circuit, waar ze dus via haar universiteit in participeerde, dat zo'n gebrek aan integriteit had, dat ze daar niet langer deel van wilde uitmaken. En die is haar eigen weg gegaan. Nou, ja, zeer interessant. Hulde aan haar. Ja. Ik denk inderdaad dat het ook interessant is om inderdaad haar wat nou letterlijk in de gaten te houden. Heel erg belangrijk. Ik wil u nogmaals hartstikke bedanken voor deze aflevering. En wellicht tot de volgende keer. Prima Bart, graag gedaan. En over energie kunnen we het ook nog een keer in veel detail een keer praten. Ja, absoluut. Heel leuk. Oké. Deze podcast werd opgenomen door Bart Rijmerink. Heeft u nog tips over toekomstige sprekers of toekomstige onderwerpen? Neem dan contact met ons op via onze mediakanalen.